Frio! Yo mensen, Dirk Shadows hier en welkom terug op mijn kanaal. Ik ga voor jullie een supply drop opening video doen. Ik weet het niet heel origineel, maar ik vind het toch heel erg leuk om te doen. Ik heb er een paar verzameld, een stuk of 200. Nou, ik had er meer, maar... Ja. Ik had er meer, maar ik was gewoon zo van... Ik moet iets goeds uit die dingen krijgen. Dus ik had er al een stuk of 10, 15 geopend. Ik ga die van 10 doen, want die van 30, ja, daar krijg je toch niet echt iets beters van. Maar ja, ik weet dat het niet een heel origineel idee is voor een video, maar er zijn meer mensen die doen. Ik ben niet de enige, het is geen copycat gedoe van iemand anders. Het is gewoon iets wat ik zelf ook leuk vind om te laten zien en te delen wat ik eruit kan krijgen. En misschien vinden andere mensen het ook leuk om meerdere series te zien van de Black Market, Crypto Keys en die supply drops te openen. Dus ik ga beginnen met de allereerste. Let's go! Wat gaan we krijgen? Er was een error. Oké, nou leuk. Ik kreeg meteen alweer een error in het begin. Dankjewel, Treyarch. De Mongoose. De CUDA stock variant. Contrast. Field. CUDA gebruik ik eigenlijk niet eens, maar dat ben ik wel van plan. Dus we gaan nu op naar de tweede. Niks. Oké. Ik zie ook trouwens dat een van mijn punten geglitcht is, want ik had er 200, toen had ik 180, nu 170. Ik zal vast wat geopend hebben, maar ja. Volgende. Iets goeds? Nee. Jammer. Weevil gebruik ik ook niet, M8A7 gebruik ik wel. Oké. Volgende. Nice. Sunshine Camo, heel mooi, maar ik gebruik geen 48 dredge. Monochrome MR6. Dat is wel een mooie. De claw, kan ik weer mooi nemen. Emblems gaan upgraden. Oké, volgende. Skull. Hey, die ken ik al van Black Ops 2. Niks bijzonders, allemaal common dingen. We gaan natuurlijk voor de Legendary of the Epic. Dus we gaan nog een keer. Let's go. Ze hebben die dingen wel in de aanbieding, maar ik heb de Sky Spectre Body Team. Oké. Nog 13 te gaan. Jammer dit. Heel jammer. Nog 12. Kom op. Gun mij iets goeds. Die emblem is wel gaaf. Maar niet wat ik zoek. Die heb ik al. Ziet er ook wel gaaf uit, maar nog steeds niet wat ik zoek. Nog 10 te gaan. Ik ben over de helft. Deze is wel nice. Alleen, ook weer niet het wapen dat ik gebruik. Jammer. Nog 9. Kom op. Kom op, Legendary. Deze ziet er wel heel nice uit. Het is wel lachen. Incoming. Nog 8. Let's go. Hallo moeder. Nog 7. Die is ook mooi. En niks. Jammer. Nog 6. Dit ziet
er niet erg helder uit van mijn toekomst. Nog 5 te gaan. Jack it up. Inferno. Oh. Helemaal niks. Oké, let's go. Nog een keertje. Oh, dat is wel een mooie camera. Violet. Ik heb nog geen gestures, wat dan ook. Helemaal niks. Ik ga hem echt niet die rare openen. Ik ga lekker voor die common nog. Ik heb er nog 3. 3 maal scheepsrecht. Kom op. Nee. Oh, nee. Nog 2. Kom op. Niks. Oeh, Spitfire. HVK 30 quick draw variant. Ziet er nice uit. Ja, HVK is nog eentje die ik diamond wil halen, dus ik ben benieuwd. De allerlaatste jongens, de allerlaatste. Let's go. Ik durf niet te kijken. Zal het puur stront zijn? Oeh. Run boost. Nee, run ruin boost caster. Ruin, dat is eentje die ik gebruik. Nice. Ik ga eens even kijken wat ik al allemaal heb. Sprinklers. Ik had voor de HVK een quick draw variant, maar die heb ik heb nog niet eens aangeraakt. Parallax. Calling cards had ik bij de black market. Oh, maar deze is echt heel mooi. Zo'n gouden randje. Nou, die ga ik echt meteen aanzetten. Dat is ook allemaal common dingen. En oh, deze legendary calling card is wel echt heel gaaf. Ik had ook nog iets wat qua emblem van de black market. Ik had Rise. Ja, ik ben ook echt een Phoenix persoon. Dus ik heb een tatoeage van een Phoenix voor de mensen die het nog niet weten. Ja, echt gaaf. Ik had ook nog dingen voor mijn specialist. De Ruin. Boost. De guns. Nice. Nee, dat is echt. Ja, dat is echt gaaf. Ja, ik weet voor de rest eigenlijk niet wat ik verder nog allemaal heb unlocked. Maar ja, dit was wel een beetje zo. Iedereen. Bedankt voor het kijken en ik ga het vaker doen. Dus tot de volgende supply drop opening. Tot ziens.